In Gelderop-Mierlo is een flinke wachtlijst ontstaan voor ouderen en gehandicapten die een beroep willen doen op huishoudelijke hulp. Volgens de gemeente doen meer inwoners een beroep op een hulp in huis. Verder is een zorginstelling waarmee de gemeente in zee was gegaan buitenspel gezet omdat de organisatie niet voldeed aan de eisen. Dit alles samen met de krapte op de arbeidsmarkt en de vakantieperiode hebben ervoor gezorgd dat er nu eh, bijna geen nieuwe zorg opgestart kan worden. In totaal zijn er zo'n 50 mensen die recht hebben op huishoudelijke hulp en nu op de wachtlijst staan. De gemeente is met zorgorganisaties in gesprek om te kijken hoe de wachtlijst kan worden weggewerkt.